Probleemgestuurd leren is een onderwijsmethode die in het technasium van het Erasmus toegepast wordt. Het laat studenten actief deelnemen aan het leerproces. Wij met technasium proberen wij eigenlijk meer kennis te maken met het bedrijfsleven. Proberen wij oplossingen te bedenken voor verschillende problemen in het bedrijfsleven dan. En dat is goed. Eigenlijk een soort projectonderwijs. Je hebt elk jaar 4 projecten en elk project duurt 8 weken. Natuur en Milieu Overijssel en de provincie Overijssel lanceerden het project Adviseurs van de Toekomst. Met als thema's jong leren eten en agro en food voor scholieren uit voortgezet en middelbaar onderwijs. Het technasium van het Erasmus ging aan de slag met de onderzoeksvraag van Stichting Het Vroedvarken. Wij proberen, het vroedvarken die probeert dan duurzaam vlees te maken. Door bijvoorbeeld de varkens een betere leefomgeving te geven. En wij zelf als adviesbureau, wij proberen daarmee te helpen. Vrijdag gaan wij op excursie, dat ook begeleid wordt door het vroedvarken. En dan gaan wij bijvoorbeeld naar de boeren om te laten zien, dat wij te weten komen hoe varkens dan worden geboren worden, gefokt worden. Als ik het goed begrijp, dan is het resultaat van dit project dat jullie een advies geven aan het roetvarken. En wat kan dat ongeveer zijn? Dat bijvoorbeeld hoe wij de communicatie moeten verbeteren. Dus dat we bijvoorbeeld door reclame te maken, dat de mensen bewust van worden dat duurzaam voedsel ook echt beter is, ook echt duurzaam is. En dat ze dat dan ook gaan kopen. En vooral dan voor de jongere generatie, want wij zijn de toekomst.